zijn hier in Tilburg voor een gesprek met Jonas, een van de winnaars van de Battle of Concepts. En Jonas had een idee om de ontruiming van panden op basis van LBS-technologie te verbeteren. En zijn idee heet de samenloop van omstandigheden. We hebben afgesproken met Jonas in de bibliotheek. Kijken of die er al is. Zo, even het radio door. Kun je heel kort vertellen wat het idee behelst? Ja, in mijn concept heb ik locatiedata gelinkt aan een zo efficiënt mogelijke ontruiming. Waar het om gaat is dat als je nou een ontruiming hebt, gaat iedereen vanuit verschillende gebouwen naar de verzamelplaats. Mijn idee is, verzamel al die data van hoe men loopt, hoe snel men loopt, waar men op knelpunten tegenkomt en gebruik die vervolgens om jouw ontruimingsplan efficiënt mee te maken. Ja, daarmee had je een uniek idee. Deze is maar één keer voorbij gekomen. Kun je kort vertellen hoe je op het idee gekomen bent? Ik zat op de universiteit met een vriend van mij, ik had het erover. En hij noemde toen toevallig dat hij daarmee bezig was op de universiteit. En hij zei, ja, dat ging weer akelig traag. Dat herken ik. Soms duurde het 35, 40 minuten voordat je een pand ontruimd hebt. En toen ik dit las, dacht ik, nou, perfect. Dat linkt wel goed aan elkaar. Ja. Nou, dat was een leuk gesprek en een heel interessant verhaal van deze prijswinnaar. En de volgende keer gaan we op bezoek bij een van de andere prijswinnaars van de Battle of Concepts.